zou je wel afvragen, waar is Femke nou? Nou, ik sta op een boot die richting de Afsterdijk vaart. Vandaag ben ik op zoek naar alle dieren en planten die bij de Afsterdijk leven. Vaar jij met mij mee? Er is zoveel te zien bij de Afsterdijk. Ik heb al heel veel vogels gespot. Welk dier is jouw favoriet? Mijne is de zwaan. We zijn nu vlak bij de vismigratierivier die hier wordt gebouwd. Achter mij zie je een natuureiland met riet. De vismigratierivier is belangrijk voor vissen om van zout naar zoetwater te zwemmen en weer terug. Daardoor kunnen ze overleven. Maar ik kan hier beter niet zelf over vertellen. Onze ecoloog Paul weet er veel meer over. Kom, we varen naar hem toe. Hoi Paul, dus hier ben je dus. Doe je dit dan geregeld op zoek gaan naar dieren en planten op de Afsterdijk? Nou, mijn werk voor de provincie Friesland speelt zich voornamelijk achter het bureau af. Maar uiteraard als ecoloog kom ik vaak in de natuur. En zo ook hier bij de Afsterdijk, de IJsselmeer en de Waddenzee. Want daar komt de toekomstige vismigratierivier, toch? Ja, dat klopt. Na bijna 100 jaar wordt hier de dijk weer doorgebroken om zoet en zoutwater met elkaar te verbinden. Het afsluiten van de Zuiderzee destijds had een bijkomend effect. En dat is dat het IJsselmeer nu helemaal zoet is geworden. Waardoor vissoorten die van zoet naar zout trekken en andersom niet meer die migratieroute kunnen maken. En met het aanleggen van de vismigratierivier wordt de migratie van bijvoorbeeld de houting, de spiering, de paling en zelfs de driedoornig stekelbaarsje weer gestimuleerd. Wat gaaf! En maken dan alleen trekvissen gebruik van dit gebied of leveren er nog heel veel andere soorten? Nee, in het gebied leven honderden verschillende soorten. De meest voor de hand liggende zijn wel de vogels en de vissen. Maar we hebben ook zoogdieren, zoals de zeehond en de bruinvis. En als je onder water kijkt, dan heb je heel veel verschillende soorten kreeftachtige, schelpdieren, algen en andere planten. De Afsterdijk ligt natuurlijk ook op een prachtige plek tussen het IJsselmeer, ooit de Zuiderzee, en het werelderfgoed, de Waddenzee. Ja, en al die gebieden samen fungeren als kraamkamer, als rustgebied of als fourageergebied voor al die verschillende soorten. Dus zonder deze gebieden kunnen veel soorten niet opgroeien. Deze gebieden bieden heel veel soorten alles wat ze nodig hebben in hun verschillende levensstadia. Dus je kunt, als je goed oplet, heel veel verschillende dieren zien. En welk dier vind jij dan het mooist? Nou, als marinebioloog vind ik haaien ongelooflijk interessant. Maar naast marinebioloog ben ik ook een groot science fiction liefhebber. En er zit hier onder water een heel klein beestje wat lijkt of waar de aliens uit de Alien filmreeks op is gebaseerd. Maar als ik hier dan ga zwemmen of zo, dan word ik niet opgegeten, toch? Nee, deze kleine beestjes die zijn zodanig klein dat ze eten alleen plankton. Daar heb ik wel wat over gehoord. In een vorige video was ik namelijk bij Rick van RedStack bij de Blue Energy Centrale. Zij filteren het zoute en zoete water op zo'n manier dat er zelfs geen micro-organismes in hun filtersystemen komen. En daarnaast brengen ze die micro-organismes ook weer terug naar de plek waar ze horen. De voedselketen van de Waddenzee. Wat goed! Zie je die? Ja, ik zie hem. Echt superleuk dat vogelen. Een verrekijker en een soortenboekje is natuurlijk heel erg handig. Maar Paul, welke trekvogels leven hier nou allemaal? Nou, we hebben hier een paar honderd verschillende soorten vogels. De meeuwen daarvan zijn wel de meest bekende. Maar we hebben ook sterns en pleviertjes, strandlopers, eenden en ganzen. Maar zelfs de zeearend komt hier voor. En waarom is de Afsterdijk nou zo belangrijk voor al die vogels? De dijk wordt door heel veel vogelsoorten gebruikt als rustplaats. De vogels weten bij een harde wind bijvoorbeeld de luwte van de dijk altijd goed te vinden. En daarnaast heeft de dijk ook een bijzondere vegetatie. Er groeien hier heel veel zoutminderende plantensoorten. Waaronder zeekool, zeeraket en strandpiet bijvoorbeeld. I love it. Hey Paul, ik wil je ontzettend bedanken voor dit mooie avontuur bij de Afsterdijk. Op de terugweg ga ik wat zeekool plukken, want volgens mij kun je daar een heerlijk maaltje van maken. Eet smakelijk. Dankjewel.